Hallo. En er is net een patiënt bij de spoedeisende in de hulp binnengekomen. Ik weet niet of het... Ja, misschien is het ook geen patiënt. Misschien is het ook een draak of zo. Ik weet niet wat het is, maar dat gaan we nog onderzoeken. Eerst gaan we beginnen met de behandeling. Hij zit wel helemaal onder het vel, dus we gaan hem eerst een beetje schoonpoetsen. Met de bezem. Die heb ik gekregen van mijn assistent. Maar oké, we gaan... Snavel, armpjes en je lichaam. Oké, nu is hij dus ver. Nu ga ik proberen met iets. Die paaltjes ga ik onder hem plaatsen en daar. Ik ga hem eerst. Dit is een medicijnendoos, daar ga ik een medicijnendoos in zetten. Dan gaan we nu controleren of hij eigenlijk wel gezond is. Dat weet ik namelijk niet precies. Dan gaan we eerst eventjes in... Oh, ik zou jullie eigenlijk eerst nog even laten zien wat er precies met hem gebeurd is. Wat hij vertelde tegen mij voordat hij in... voordat de behandeling begon, vertelde hij aan mij... Ik ben... gevallen over een paaltje, zo eentje als dit. En toen heeft zijn vriend de ambulance gebeld en die heeft hem toen opgehaald en naar het ziekenhuis gebracht, zoals hij hier nu ligt. We gaan een streepje zetten waar die geopereerd gaat worden. Daar gaat hij geopereerd worden, want als je goed kijkt, kun je ook zien dat daar zijn hart zit. En die is klopt als een malle. Maar dat komt ook puur omdat hij heel erg geschrokken is. Ook al ligt hij nu te slapen, ik denk dat hij erg aan het dromen is. Want hij heeft grote wangen. En misschien hebben die grote wangen nog iets te maken met de behandeling. Dat zien we zo wel. Eerst gaan we nog even verder. Kijken of hij nog goed ziet. Zie je mij nog? Ik zie jou nog. Met dit oog. Kom hier met je bek. Oh. Oké. Het is duidelijk. Hij ziet nog goed. Laten we nu controleren of... hoeveel vingers steek ik op? Eén. Oké, dat is dus allemaal nog goed. Zijn ogen werken nog goed. Dan gaan we nu beginnen met de behandeling. Ik ga even wat uit de ambulance halen hoor. Is er een mesje? Nou, die pilletjes beginnen al te werken. Je begint al te slapen. Oké, dan gaan we. Slaap je? Ja, hij slaapt. Eerst een klein sneetje maken. Dan gaan we. Het hart tikt nog goed. Even naaien. Oké. Gaan we nu dit. We gaan nu luisteren naar zijn hart. Nu mogen we eerst. Zo, klinkt dat goed? Ik weet. Klinkt dat eigenlijk wel goed? Oké, dat klinkt nog goed. Dan gaan we nu. Opnieuw schoonpoetsen omdat mijn cellen eraan hebben gezeten.